Hoor je welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En deze video ben ik bij het Cinekid Festival. Dit is een kinderfilmfestival dat plaatsvindt in de herfstvakantie. Dus sommige delen van het land is hij al begonnen. Hier zo in Amsterdam, waar ik vandaag ben, begint hij aankomend weekend. En in deze video laat ik allemaal leuke dingen zien die je hier kan doen. Zo kan je natuurlijk gewoon film kijken. En ik zal even uitleggen ook welke films dat allemaal zijn. Het Medialab is er natuurlijk. En hier kan je de nieuwste games spelen. VR-games, AI kan je meespelen. Van alles en nog wat. En ik heb de directeur Helene gesproken. Dus dit en meer zie je in deze video. Ik ben nu in het Medialab en dit is de ingang naar het Medialab. Het ziet er heel gaaf uit. Er hangt blacklight en mijn veters geven helemaal licht. Maar hier zo in het Medialab zijn de allernieuwste gadgets, games, gave workshops. Dus laten we doorgaan naar de nieuwste VR game. Ik zit nu bij de nieuwste VR-game die ze hier zo hebben. En dit is namelijk de Imaginary Friend. En in deze game word jij het denkbeeldige vriend van de hoofdpersoon die hier zo op de poster achter me ziet. En je kan je fantasie helemaal los laten gaan. Je kan van alles maken. Ik heb al kinderen horen zeggen dat ze een spin of een draak waren. En echt alles kan. En hier zo is dus de headset. En het ziet er echt super gaaf ook gewoon uit. In een van de bioscoopzalen hoort ook nog bij het Medialab. Want hier kan je nog een game spelen op het hele grote scherm. Dit is namelijk Voice Racers. En misschien hoor je het een beetje op de achtergrond. Maar met een hele hoge toon en met een lage toon die je maakt door een microfoon gaat je karakter op het beeldscherm heen en weer. En het is super hilarisch. Ik sta nu bij Have You Heard. En hier zo wordt een 3D-scan van jezelf gemaakt. Ik sta nu op het plateau. Er komt van overal licht en je gaat een rondje draaien. En hier gebeurt iets heel gaafs. Maar dan moeten we even een stukje verder van lopen. Dus gaan jullie mee? Jouw 3D-scan komt namelijk op het beeldscherm hier zo vertoond. En je komt eigenlijk in een soort wereld met avatars of NPC's. Heb ik hier ook wel gehoord. En dan loop je dus als een soort, ja, beetje raar door een game heen. Hier bij mijn venster film kan je iets heel gaafs maken. Je kan namelijk jezelf in een soort bewegende stop-motion maken. Je gaat namelijk eerst designen en kijken hoe je dat wil doen. Dan ga je voor het greenscreen staan, ga je bewegen op de manier zoals je wil. En dan wordt die uitgeprint. En dan als je dit papiertje voor je fotootje houdt en hem heen en weer trekt, beweeg jij dus door middel van de streepjes. En je kan deze dus helemaal customizen zoals je zelf wil. Hier bij CNN, Cinekid Nepnieuws, kan je je eigen nepnieuws schrijven, opnemen en uiteindelijk ook bekijken. Hier zijn we zo'n soort studio gemaakt. En zoals je daar ook ziet, met het greenscreen lijkt het net alsof je echt in een studio zit. Ik ga nu naar de andere camera kijken, want die staat hier ook voor mij. Maar deze achtergrond kan je ook helemaal personaliseren. En je kan dus helemaal zelf verzinnen wat voor nepnieuws jij hier gaat presenteren. Hier bij Potion Party krijg je weer een VR-bril op. En word je dus in een soort heksenwereld kom je terecht. Je gaat namelijk drankjes maken, spreuken maken en eigenlijk zit je hier ook al een hele gave setting. Ik heb helemaal het gevoel alsof ik er al ben. Maar het is zeker een aanrader om hier even langs te gaan. Ik ben nu even heerlijk aan het gamen. Want je moet natuurlijk ook even lekker relaxen en achterover kunnen zitten in de zitzak. En dit is het spel The Shady Part of Me. En dit zijn twee karakters waar je dus mee kan spelen. Ik heb net heel eventjes al gespeeld. Want de camera moest nog even goed gezet worden. En eigenlijk vind ik deze game nu al super leuk. Dus eigenlijk wil ik nog even doorspelen. Hier zo kan je iets heel gaafs doen. Je kan namelijk onderdelen van jouw favoriete dieren uitzoeken. En die leg je hier zo op een plaatje neer. Deze gaat de Dream Machine in, zoals ze het noemen. En deze Dream Machine zit gekoppeld aan AI. En maakt hier zo een beest van. Dit beest wordt uitgeprint. En die komt dan op de muur van nieuwe fantasiedieren. Dus als jij hier bent, kan het zomaar kunnen dat opeens jouw fantasiedier aan de muur hangt en dus in het nieuwe wereld leeft. Hier speel je een game tegen AI. Je moet namelijk een woord tekenen en je teamleden moeten raden wat dit woord is. Maar als AI sneller dan jouw team is, verlies je. Je kan natuurlijk zelf ook winnen als je het woord op tijd raadt. En hier zo strijd je dus eigenlijk tegen artificial intelligence. Op het festival kan je natuurlijk ook gewoon films kijken in deze super chille filmzaal. Zo is er bijvoorbeeld, omdat Disney 100 jaar is, hebben ze een Disney 100 jaar shorts. Dus hier krijg je allemaal verschillende leuke en stukjes van allemaal Disney films te zien. Je krijgt de nieuwste films die pas in december uitkomen, zoals Dancing Queen, Zeevonk. Die gaan hier ook in première.
En ook Clara's gekke treinavontuur en veel meer andere films komen hier zo. En het is natuurlijk veel leuker om hierheen te gaan, omdat je de hele Cinekit experience eromheen hebt. Ik ben hier op het Cinekit Festival met een hele speciaal mevrouw. Want, vertel eens, wie ben jij? Hallo, maar ik ben Helene Rauw. Ik ben de directeur van Cinekit. Ja, en ik ga haar nu even wat vragen stellen. Want Cinekit is een heel groot festival, maar hoe lang bestaat het nu eigenlijk al? Cinekit bestaat al 37 jaar. Dat is echt super lang al. Ja, en zoals ik al zei, het is een vrij groot festival. Hoe groot, kan je dat een beetje benoemen? Nou, toen het ooit begon, begon het heel klein in Amsterdam, in de Meervaart. Dus dat is echt 37 jaar geleden. Maar de afgelopen jaren, en zeker na corona, is Cinekit heel groot geworden in heel Nederland. Met dit jaar een record van 40 locaties. En ook nog Curaçao. Waar kinderen in heel Nederland het Cinekit Festival kunnen meemaken. Sommige zijn heel groot met de Media Lab, ongeveer 8 in het land. En andere zijn iets kleiner, waar wel een mooie selectie van films van Cinekit en allerlei leuke dingen om te doen georganiseerd worden. Ja, want Cinekit is in de herfstvakantie. Dus nu is het bijvoorbeeld al in Midden en Zuid begonnen. En Noord gaat het natuurlijk aankomende week beginnen. Wat kunnen we hier zo in Amsterdam-Noord, een van de hoofdlocatie natuurlijk van het festival, wat kunnen we hier allemaal gaan verwachten? Nou, we hebben iedere dag premières van films. En dat wil zeggen sommige films die je alleen bij Cinekit ziet, die niet eens in het land in de bioscoop komen, maar ook een paar die later in de bioscoop komen. Dan heb je hier de primeur. Bijvoorbeeld de film Dancing Queen. Die gaat in herfstvakantie in première bij Cinekit en daarna in de bioscopen draaien. Maar bij Cinekit komt de hoofdrolspeelster en een hele dansact die hier wordt gedaan. Dus dat is super gaaf om mee te maken. Ja, zoals je al zei, de films kan je hier zo eerder bekijken dan dat ze uitkomen in de rest van de bioscopen. Waarom is het dan zoveel leuker om naar het Cinekit Festival te komen om de film te kijken? Nou, omdat je hier niet alleen een film kijkt, maar als je een kaartje koopt voor Cinekit, voor een film, je kunt ook een kaartje kopen voor het Media Lab. En daar ga je aan de slag met VR of met apps. Met bijvoorbeeld, je gaat zelf fake news maken met CNN, Cinekit nepnieuws. Dus je kunt er allemaal dingen zelf gaan doen. Naast dat je een film kijkt, kun je daar ook zelf mee aan de slag gaan. En dat doe je ook bijvoorbeeld in masterclasses die we ook hier in Amsterdam organiseren. Of nou is dat je gaat leren acteren of special effect make-up gaat leren aanbrengen bij jezelf of bij een ander. Of dat je stemacteur mag worden en misschien zelfs ook wel geselecteerd wordt voor stemacteur in een nieuw animatiefilm. Dat kan ook nog. Dus gebeurt hier zoveel meer om die films heen. Het is gewoon eigenlijk een heel groot belevenis, een heel groot evenement. Ja, en er zijn dus heel veel verschillende dingen te doen. Maar wat vindt u zelf het leukst om te doen? Ik heb heel veel zin om dat Cinekit nepnieuws te gaan maken. Dat lijkt me echt helemaal te gek om iets te gaan verzinnen wat gewoon helemaal niet kan. En dat dan zo echt op scherm te brengen alsof ik een echte nieuwslezer ben. En dat ik me dan toch afvragen, is het nou echt of is het nou nep? En het is ook, wat Cinekit ook wel meegeeft, is dat je ook wel een beetje stil gaat staan bij wat er ook überhaupt op televisie en op TikTok en via allerlei socials op je afkomt. Want sommige dingen zijn helemaal niet echt en denk je dat het wel zo is. En misschien word je wat alerter daarop als je bij Cinekit bent geweest. En dat vinden we ook belangrijk dat dat gebeurt. Een deel van het Medialab is ook het Minilab. Dit is namelijk eigenlijk voor de wat kleinere bezoekers. En hier kan je heel veel verschillende leuke dingen doen, zoals gamen natuurlijk. Maar er was één ding die ik zelf heel erg gaaf vond, dus laten we daar even naartoe gaan. Dit is namelijk Kunst Leeft. En je ziet het hier achter me al, maar ik zal even uitleggen wat je hier kan doen. Aan deze tafel maak je namelijk een eigen gaaf kaartje die je helemaal zelf kan knutselen. En deze kan je bijvoorbeeld voor je opa, oma, vrienden, familie maken. Maakt niet uit. Want er komt op een gegeven moment een QR-code op dit kaartje te staan. En dan mag je naar het greenscreen lopen. Want hier zo wordt er een filmpje van jou gemaakt die dus door de QR-code te scannen op je telefoon verschijnt. Dus je kan een videoboodschap inspreken voor de persoon voor wie het kaartje is. Ik sta nu bij Clone en dit is eigenlijk een heel groot scherm waar je een soort selfie kan maken en jezelf dus kan klonen en dus meerdere keren met jezelf op één foto gaan of met vrienden en familie. En het is eigenlijk heel erg grappig, want je moet een beetje snel bewegen en ik heb ook al een hele mooie foto gemaakt. Hierheen. Hier bij
Xscape kan je een hele gave VR-game spelen. Je speelt namelijk als eitje in een soort parcours en je moet het hele parcours afleggen. Maar dat moet natuurlijk in een wereld zijn. En dat is in deze wereld, want dit is de VR-bril waar je het mee speelt. En als je goed kijkt, zie je dat er twee lenzen voorop zitten. Dus het parcours wat je af moet leggen, zie je eigenlijk voor je in deze ruimte. En dat maakt deze VR-game nog specialer. Hierzo kan je je eigen radiostukje maken. En dat doe je eigenlijk in drie stappen. Je luistert eerst namelijk een radiostukje van iemand anders. Dan mag je je eigen scenario gaan schrijven. En als laatste het leukste dingetje. Je mag natuurlijk je eigen radiostukje opnemen. En deze kan uiteindelijk ook met een QR-code gedownload worden, zodat je hem thuis aan je vader en moeder kan laten zien. Ik sta nu in het radiohokje. En zoals je hoort is het geluid misschien ietsjes anders. Dit is namelijk een geluiddichte kamer. Dus je hoort geen echo of wat dan ook. Dus zuiver mijn stem. Hier heb je ook een soort game station waar je allemaal verschillende soorten leerzame games kan spelen. Zo heb je hier bijvoorbeeld Cat Café en aan de andere kant van mij heb je Tinykin waar je dus als klein personage door een hele wereld moet surviven. Zo zijn er nog veel meer andere games, maar het is enorm leuk om hier gewoon even lekker te zitten en dus te gaan gamen. Dit was alweer de video van het Cinekit Festival. Ik heb enorm genoten hier zo en ik denk ook zeker dat ik straks weer het Media Lab terug induik, want het was enorm leuk. Willen jullie nou ook naar het festival? Tickets kan je nog kopen. Het linkje staat in de beschrijving. Vonden jullie het nou een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal en zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. Zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!